Zie je dat? Kijk dan toch, mijn liefje. Daar heb je de gloednieuwe champion. Ik draag je op om met mij te vechten. Ik weet wat een trainer is. Er was eens een man die een Pokémon had waar hij veel van hield. Er was een tijd van oorlog aangebroken. Tijdens de hevige gevechten werd zijn geliefde Pokémon de strijd ingestuurd. Jaren later werd er een klein kistje aan hem gegeven. Hij had er alles voor over om zijn Pokémon weer terug te krijgen. Dus bouwde hij een machine om hem weer tot leven te wekken. Zo bracht hij zijn geliefde Pokémon terug. De Pokémon leefde weer door de kracht van eeuwig leven. Maar de man had te veel geleden en zijn woede was nog niet afgekoeld. Hij kon de wereld die zijn Pokémon pijn had gedaan niet vergeven. Dus nam hij de machine en veranderde het in het ultieme wapen. De man werd een brenger van vernietiging. Zo kwam er een einde aan de oorlog. De Pokémon die leven was gegeven, moet geweten hebben dat het de levens van vele Pokémon had gekost om hem zijn leven terug te geven. De Pokémon die weer tot leven kwam, verliet de man. En nu dwaalt de man voor eeuwig rond. Nog steeds op zoek naar zijn Pokémon. Dank je wel dat je met mij wilt vechten. Nu voel ik me eindelijk vrij. Vrij van al mijn verdriet. Het deel van mij dat het ultieme wapen bouwde. Floyd, kijk toch, 3000 jaar geleden. Dit is toch geweldig? Ja toch, mama? Hij is zo gelukkig. Ik ben heel erg blij voor hem.